Striptekenaars zijn boos op de curator van het failliete stripmuseum Strips in Rotterdam. Maar mijn albums die lagen hier aan de zijkant, links aan de zijkant in de schappen. De boedelredder zou €75 vragen aan striptekenaars die hun uitgeleende werken willen terughalen. Hierachter, achter het glas en metaal, ligt het werk van heel veel tekenaars en dat moet gewoon terug. Tekenaars Robert van der Kroft en Mark Shebatev maken daarom een statement tegen de curator en maken een tekening op het gebouw van het failliete museum. Het mooiste zou nu nog zijn als een agent langs zou komen dat we in handboeien worden afgevoerd van: wij gaan niet mee, protest! Het geïmproviseerde werk van het duo symboliseert een inbraak in het museum om de tekeningen terug te krijgen. Robert die heeft al de entree even verschaft, dus ik neem aan dat hij ergens op afstandje iets ingegooid heeft. En de stripheldin uit mijn boekjes die laat nu weten dat iedereen boos is. En zij is dus de eerste die naar binnen gaat om alles voor ons op te halen. Robert van der Kroft is onder meer bekend van Shores & Shimmy. Hij heeft zijn werk wel teruggekregen van het museum, maar wil zich hard maken voor tekenaars die hun werk moeten terugkopen. Als we weer zoiets zouden willen doen binnen Rotterdam, waar ik me ook probeer sterk voor te maken, een herstart of een nieuwe start van enig stripmuseum dan ook, dan is er geen enkele tekenaar meer die zijn werk wil uitlenen. €75 voor mij is heel veel. Ik ben een van die tekenaars die een week, anderhalve week met twee kinderen samen eet van €75. Maar daar gaat het al niet eens meer om. Het gaat er echt om dat een derde denkt iets te kunnen doen met ons werk. De curator was niet bereikbaar voor commentaar. Nou, dat is toch wel grappig. Ja.